Crunch time. Bam! Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Chill. Mortu speelt Stranded Deep. Vandaag is een nieuwe aflevering. En wel een beetje slecht geslapen in deze container. Hij ligt best wel oncomfortabel. Maar het is wel droog. En ik ben niet op mijn eigen eiland. Mijn eigen eiland is... ergens daar in de verte. Ergens daar, het is niet die, is te dichtbij denk ik. Maar maakt niet zo heel veel uit. Ik was de eilanden aan het scouten om spullen te vinden. Ik heb eigenlijk niet zoveel steen nodig, maar ik ga het wel allemaal oppakken. En ik wilde eigenlijk al die spullen bij elkaar verzamelen. Zo, meeuwen zijn ook al van de partij. Omdat ik een stukje verder wilde bouwen en ik had geen spullen meer op mijn eiland. Dus ik dacht, ik ga gewoon eventjes kijken naar al mijn buureilanden. Wat voor een... ik moet eigenlijk... Hallo. Wat voor een spul ik zo al kan vinden op die eilanden. Ik ben voornamelijk op zoek naar stokjes natuurlijk. Ik ga zoveel mogelijk spullen hier. Weet je wat? Ik bewaar mijn... Dit bewaar ik even hier. Zo, meer inventoryruimte. En dit gaat waarschijnlijk ook niet mee. Dus dat leg ik ook daar neer. Ja, prima. Ja, dus ik dacht ik neem jullie even mee op dit eiland om te kijken wat hier nou voor spullen zijn. Misschien vinden we nog wat goeds. Ik heb geen idee. Maar ja, ik dacht ik vandaag wil ik wel even weer wat voortgang maken op de basis. Oeh, een hoop meeuwen. Kan ik het oppakken ondertussen? Ja, dat is relaxed. Weet je dat die containers telkens zien er wel echt vet cool uit, maar ik heb er nog nooit wat goeds in gevonden. Dat is wel jammer. Maar misschien met deze. Hier zal ik dan ook nog niet geweest zijn. Nee, deze lijkt ook... tamelijk leeg. Je kan ze wel met een hamer uit elkaar halen en dan die onderdelen opnieuw gaan gebruiken. Hey. Mwahaha. Kijk, oh my god, dit is echt superveel hout. Als ik dit allemaal uit elkaar haal, dan ben ik echt superrijk. En dit is de manier om het te doen. Om het mee te nemen naar je eigen eiland. Brop. Dan gaan we echt al het driftwood hebben. En daar is de laatste. Ja, hier wordt waarschijnlijk nog een beetje heen en weer varen. Maar ik wilde vandaag een steiger gaan bouwen. Dat lijkt me wel chill. En misschien wat vis vallen. Kijken wat we nog meer kunnen maken. En verder is het een beetje wachten op de nieuwe update. Ik zit ook over na te denken. Ja, ik wil wel of niet op reis gaan. Maar ik denk dat ik het niet ga doen. Want de vorige keer was het toch best wel lang mee bezig. En er kwam niet echt zo heel veel uit. Dus ik denk dat ik het... Ik ben gewoon in zo'n blok kwijt. Ik denk dat ik niet op reis ga. En verder denk ik dat dit voorlopig even de laatste aflevering gaat worden. Ah, oh, maar niet de allerlaatste. Want ik vind het wel een vet spel, Stranded Deep. Ik wil het ook zeker nog wel meer gaan spelen. Maar ik vind het leuk om het te spelen als er nieuwe content is. Dus misschien dat er morgen nieuwe content komt. En dan kunnen we gewoon weer keihard doorboeken. Misschien duurt het een maandje, dan gaan we dan verder. Dus dan leg ik na deze aflevering, ga ik de serie stilleggen. Maar ik moet eigenlijk beter, kan ik teruglopen. Oh, deze kan ik wel meenemen. Dan ga ik de serie stilleggen. Maar maak je geen zorgen, Stranded Deep komt op een bepaald punt weer terug. Ik heb in ieder geval het ook even wat rustiger. En ik zit al een beetje na te denken over nieuwe series. Ik krijg wel tips van jullie over nieuwe series. Ik zit ook al actief te kijken naar spelletjes van... Oh, jammer. Wat een goed spel zou zijn voor ons om te spelen. Iets dat men leuk vindt. Een beetje aansluit bij channel. En ook dat ik leuk vind. Maar als het bij channel aansluit, dan zal dat wel goed komen. Maar als je nog tips hebt... Ik heb nog niks besloten. Dus laat dat in de comments achter. Right, ik ga even dit afleveren. Ah, het weer ook weer. Man, moet je kijken hoeveel drift we hier nog zo'n stapel. Als we dit eiland helemaal leeg hebben en een ficus, dan hebben we waarschijnlijk echt... Hey, ben ik hier... Oh, wacht, nee, dit heb ik toen straks geplukt. Dat was ik. Nee, dit is echt een eiland waar we nog nooit geweest zijn. En het is vet dicht bij huis. Dat is echt ideaal. Ik verzamel even die spullen en dan laat ik je zien wat ik heb gevonden. Oké, de zon is aan het ondergaan, maar ik heb nog... Ja, voordat ik ga varen wil ik jullie nog even laten zien wat ik heb gevonden. Oh, het is al zo donker. Dus het blijkt dat dit eiland, dat ik het wel eens ontdekt had, maar dat ik kennelijk geen tijd had om te ontdekken of dat er gewoon te veel spullen waren.
Dus ik heb geen emmers gevonden, maar ik heb wel al deze stokjes. Al dit driftwood. Dit is misschien 20 driftwood logs. En dan hier nog een stukje van die palmbomen. Vet veel wood stukjes. Ik denk dat het minstens... Ik denk dat het sowieso 2 keer vaar is, maar ik denk wel 3 keer. Dus dat ga ik even doen. Oh ja, en dan een kokosnoten. dus dan kunnen we echt lekker vet bouwen. Dus goed begin. Goede basis voor de rest van de aflevering. Ja, zie je zo meteen. Oké, helemaal. Het is gelukt. Het was 3 keer varen. Nou, de 3e keer was wel een beetje... Ja, was niet per se nodig geweest. Maar moet je kijken. Dat is wel grappig om te zien. Kijk, een van de dingen namelijk op het eiland is dat er echt superveel kokosnoten te halen zijn. Super veel van die palmbomen. En daarom heb ik nu dit. Alle kokosnoten. Ja, dat vind ik echt super chill. Ben een beetje een hoarder aan het worden. Kijk, ik heb dit hok ook ingericht voor stokjes. Ja, dat is chill. Hier heb ik allemaal al mijn driftwood. Ik heb net echt 10 van die dingen lopen hakken om al dit te krijgen. 10. Genoeg in ieder geval. Dus laten we hier dan een pier bouwen. Wacht, kunnen we dit beter... Ja, wat zou een goede plek zijn? Ik weet niet. Volgens mij heb ik... Daar is een eiland. Die kant op. Dat ik gehad heb. En ik heb nu alles een beetje... En dat is het einde van het spel. Dus ik denk dat we het meeste deze kant op gaan varen. Dus ik denk dat het interessant is om daar een pier te bouwen. En dat gaan we dan maken uit driftwood. Craft. Oké. Oh, ik kan het zelf kiezen hoe ik het oriënteer. Nou, in dat geval... Moet de pier zo echt voor mijn huis? Is dat handig? Kijk, want hier is het al... Moet even kijken. Hier is het al een beetje ondiep nog. Dus het is niet echt chill om te varen. Hé, hey, wat is dit nou hier? Dankjewel. Hier is het al prima om te varen. Kan ik hier... Het hele water is rood, joh. Ja. Dus hier zo. Zo'n plek. En dan gewoon recht hierheen. Een vrij lange pier dan, maar... Oké. Zal ik dan hier het eerste stukje plaatsen? Ja. Bam. Ik denk dat het wel prima uitkomt zo meteen. Had hij hoger gemoeten? Nee, valt wel mee. Hij is redelijk boven het water. Hij is heel de tijd boven het water. Nou, dat is het belangrijkste. Hij had misschien wel een klein beetje hoger gekund. Kan ik hier niet goed springen? Nee, oké. Dan moet ik ook even kijken of ik ladders kan maken aan de zijkant om erop te klimmen. Als ik eraf val. Want dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren. Laten we dat gewoon nu doen. Kan ik dat bouwen zonder... Ik heb er lashings voor nodig. Oké. Even dit aan de kant duwen. Roar. Superman krachten. En dan bouwen we dit even af. Het klinkt net alsof dit een beetje onder water kwam. Oh ja, dit zit echt onder water. Nou, maakt niet uit. We kunnen in ieder geval lekker snel aanmeren met onze boot. Laten we meteen even de boot ernaast leggen. Heb ik niet genoeg spullen hiervoor? Jawel. Waarom kan ik het dan hier niet bouwen? Oh nee. Ik denk dat we hier morgenochtend even moeten kijken waarom het niet kan. Want het is nu te donker. Of ik pak gewoon de lamp. Laat ik dat gewoon doen. Geef me deze lamp anders. Ja. Oké. Op onderzoek uit. Zo. Hier netjes droog. Kun je, ik zie het niet hoor. Het ziet er allemaal redelijk kaal uit. Wat goed is. Probeer het opnieuw. Foundation, driftwood stick, ja. Nee, misschien wel op deze kant. Misschien zit de boot nog net een stukje te dichtbij. Ik kan me niet voorstellen, maar... Het is de moeite waard om het te proberen als die... Ja hoor. Zo. Soms is het ook echt zo, dan denk je echt van ja... Dit zal het wel niet zijn, maar als dit het probleem oplost... Dan is het echt te makkelijk om het te proberen. Oké, we hebben hier nog 2 stukjes nodig. Nice. Oké, ik ga even opslaan. Dan hebben we dit in ieder geval gebouwd. En slapen. En dan maken we zo meteen doen we het laatste stukje. Oké, laatste stukje van die steiger. Deze foundations erin. Nog eentje? Twijfel. Ja. Prima. Dan loopt hij lekker door.
Nice. Dus dat project is min of meer af. Hij zou altijd langer gemaakt kunnen worden als dat nodig is. Ik denk dat ik mijn boot voornamelijk ga aanleggen aan. Linker of de rechterkant? Twijfel. Ik denk. Ja, laten we de rechterkant nemen. En dan kunnen we de ladder dus bouwen aan de linkerkant. Mag dat? Oh, je kan een ladder niet naar beneden bouwen. Je kan er alleen naar boven bouwen, of niet? Nee, het zou moeten mogen. Ja, hier. Nou, het zit niet echt mee. Oh, hier zo op de kop kan natuurlijk ook. Dat is wel prima. Dan maakt het ook niet, niet echt veel uit aan welke kant ik erin val. Oh. Bam. Sweet. Nou, het is wel echt soepel. Even die lamp terugleggen op zijn plek. Even netjes rechtop zetten. Dat vind ik ook cool aan het spel. Afhankelijk van hoe je dingen vastpakt, kun je ze ook echt netjes rechtop zetten of niet. Hallo? Als je het tenminste goed doet. Oké, pak hem aan de bovenkant vast. 1, 2. Even een recht stukje op die rots zoeken. Prima. Oh kijk, er zit een zonnecollector op. Dat is waarom ze dus nooit leeg gaan. Zou dat zon... Ja, het lijkt wel een beetje op zonnecollectoren. Nice. Nice. Daar ben ik wel echt blij mee. Even het bootje ernaast leggen. Dat ga ik denk ik even doen zonder de motor te gebruiken. Dat maakt het minste lawaai. Blammo. Gokje. Beetje duwen. Zo. Kijk, schitterend aangelegd. Kan ik gewoon zo erop lopen. Ja hoor. Dat is mooi. Daar ben ik wel blij mee. Oh, we hebben nog spullen over. Wat is dit voor een... Oh, dit is die trunk die ik gevonden had. Even terugleggen. Probeer dit een beetje netjes te houden. Ook al gaat het niet, waarschijnlijk niet lang duren voordat dit op is. Maar ik vind het wel chill om dit zo relaxed te hebben liggen. Ik denk dat het voor het tweede deel van de aflevering wel leuk is om op zoek te gaan naar iets wat we nog niet gevonden hebben. Of wat we nog niet gevonden hebben. Dat is niet helemaal waar. We hebben namelijk een huisje. Yep. We hebben een boompje, maar we hebben nog geen beestje. En het houden van, ja, behalve onze Zubat. Heb ik die... Oh, dit had ik eerder kunnen doen. Ik heb opeens een idee. Maar misschien moeten we wat meer huisdieren hebben. Ik had, dus straks was ik op het andere eiland. En toen had ik al gevonden dat... daar is zo'n varkentje. Oh, ik heb geen labelmaker hier. Oké. Jammer. Maar die varkentjes die kun je dus alleen maar... Die kan je niet optillen. En volgens mij kun je ze ook niet lokken of zo. Dus ik denk dat die gewoon op dat andere eiland blijft. Dus dat is niet zo'n goed huisdier. Dus volgens mij kunnen we alleen maar... Of kunnen we alleen maar... Ik denk dat alle huisdieren die we gaan hebben dood zijn. Een beetje verdrietig, maar... Ja. Maar ik denk dat het tijd is om te gaan zoeken naar een haai. Dat lijkt me wel een tof idee. Dus dat moeten we gewoon waarschijnlijk een beetje gaan rondzwemmen... rond ons eiland en kijken of we het kunnen vinden. Ondertussen dit even afgeven. Zo. Kijk, het past dan niet eens meer. Er vallen telkens allemaal spullen uit. Het is net alsof je je kamer opruimt en alles in een kast duwt. En als die kast dan open gaat. Weet je wel dat je moeder zo komt. Heb je al je kamer opgeruimd? Ja. En ook deze kast. Nee, niet open doen. Boah, vallen alle spullen eruit. Kijk eens aan. Ja, dus we gaan op zoek naar een haai. Laat me mijn wapens pakken. En... dan spring ik erin. Oké, jongens, we hebben het... Ik weet niet of je het kan horen, het is misschien een beetje lastig. Maar volgens mij hoorde ik net het spannende muziekje. Dus dat betekent dat er een haai in de buurt is. Als ik het goed gehoord heb, ik weet het niet. Oh, ja. ik schrok echt. Oh. Oké, waar is die? Oh, en ik ben achter nog iets gekomen. Ik kan namelijk speren gooien. Oh, hij kan ook echt net niet bij me. Dat is echt perfect.
Tiger High. Oh my god. Dat is de grote. Nice. Oh, dat deed pijn. Nou, valt hem wel mee. Maar kwam hij nou gewoon gecharged naar me of zo? Of zwom hij keihard op mij af? Is hij nou gewoon hier het zand ingezwommen? Want als dat gaat gebeuren, dan hebben we wel echt, ja, echt een probleem. Dat zou wel een beetje flauw zijn. Oké, okay, waar is die? Ik denk dat als hij een hapje heeft genomen, dat hij wel zin heeft in meer. Dat hij niet zomaar weggaat. Toch? Dat zou een beetje flauw zijn. Oké, okay, waar is die? Hoe gaat het met onze health? Ja, we zijn één balkje kwijt. Dat is echt super mild. Vind ik. Je zou toch al verwachten dat als je door een high wordt gebeten, zodat hij dan echt een derde of zo, of de helft van je, health neemt, van je levenspunten. Oké. Okay. Waar ben je? Right, het is dag 2 van haaien zoeken. Full disclaimer, ik ben even gestopt om wat te slapen en wat te drinken. Maar nu is het weer dag. Oh, mooi. dus nu kunnen we weer. Wow, wat is dat? Oh, die vis leek even groter dan normaal. Oh man, ik zie helemaal geen steek. Komt het omdat het nog een beetje ochtend is? Geen idee. Wat ik wel weet is dat als je zoekt naar een haai, dat je niet te ver van de kust af moet gaan. Want je wil natuurlijk zo snel mogelijk op het droog staan. Of in ieder geval ondieper zijn. Als die haai er eenmaal is. Dus ja. Daarom kijk ik zo goed de hele tijd om me heen of ik niet te ver de zee ingelopen ben. Nou, zover nog geen succes. Wat ik nog niet heb laten zien, kijk dit. Wow. Gewoon speer gooien. Dat wist ik niet eens. Ik speel dit al super lang. Of super lang. Ja, best wel lang. Genoeg afleveringen. Oh, is nou opeens het. Er staat helemaal niks van. Het leek alsof het opeens ondiep was. Oh, hier zo. Hier is het ondiep. En hier is het diep. Oké. Okay. Als ik dan weer deze kant op ga, dan duurt het weer heel lang voordat het ondiep is. Dat is raar. Hmm. Maar is het ook erg? Nee, niet echt super erg. Prima, nou laten we even zoeken naar wat haaien. Ik hoop dat ze nog in de buurt zitten. Die andere haai die straks was, daar heb ik niks meer van gehoord. Dat was wel een beetje een mietje verder. Dat is jammer. Ho! Oef, die kwam met het niks. Waar is die? Waar is die? Ik zie gewoon niet waar die haai is. Oh, wat erg. Oké, nou hoop ik dat hij niet weer weggaat. Dat hij weer een hapje. Ja, dat kost me gewoon. Kost me dat geen held? Hoe kan dat nou? Hij raakte me met schermen terug. Of was het dat hij me niet raakte? Nou, het wordt wel een spannend spel zo. Ik heb. Volgens mij was dat hij. Poeh. Ja, omdat we natuurlijk voor afleveringen zo hebben zitten bouwen. Volgens mij hoor ik heel erg in de verte het spannende muziekje, maar ik heb mijn geluid. Ik weet niet. Zeg maar, het hakken van bomen en de motor van het vlot en zo. Dat is allemaal vet lawaaiig. En ook meeuwen en zo. En natuurlijk vleermuizen. Maar dan de muziekjes die hoor ik dan weer niet zo goed. Dus misschien moet ik daar nog een beetje. Ik weet niet, ik dacht dat die. Oh, daar is die. Wow. Hij is snel, joh. Zo, hé. Nou ja, maar weer niet pakken, dat scheelt. Oké, okay, hier zijn rotsen. Dat is echt snel, maar komt het omdat het water hier troebel is of zo? Of. Want ik kan helemaal niet zo goed, niet zo ver vooruit zien. Dat zal misschien ook wel een beetje deel van het probleem zijn. Dit is nog knap lastig. Ik dacht dat het best wel te doen zou zijn. De vorige keer dat we haaien zagen, waren ze ook niet zo snel weg. Dan was het gewoon meer een kwestie van dat ze niet goed konden damage. Of dat ik geen zin had om het te
te riskeren. Nu is het lastig. Oh, daar is die. Kom hier dan. Ik heb 4 speren, dus ik kan ze ook niet echt gewoon zomaar gooien. Oh, hier is die. Hij gaat de hele tijd weg, zie je dat? Oké. Spam. Bam! Oh, ik ben aan het drinken. Volgens mij, ik weet niet, maar het leek erop alsof die... Ja, maat. Daar ga je dan. Oh, lekker. Oké, ik pak even mijn kompas, zodat ik kan tillen. Je kan namelijk niet, echt tillen als je... Nice. Oké, ademhalen. Hoe is mijn health? Full health. Ja, man. Kijk. Die speren zijn sterk. Of was die al gedamaged? Misschien was het ook wel dezelfde speer. Hey, kun je nog wel vliegen? Je kan gewoon... Met die haaien kun je gewoon nog steeds vliegen. Ik heb dit vorige aflevering proberen te laten zien met boomstronken. Maar met haaien werkt het dus nog. Maar dan moet je dus wel eerst een haai vangen. Oh, kijk eens wat een schitterende exemplaar. Oh, wacht. Dit is een goede thumbnail, want dan... Misschien moet ik de haai op de steiger leggen. Aha. Kijk eens. Kijk je achter de schermen. En dat dekt dan wel de inhoud van deze... Oké, we moeten gewoon hierheen. Zo. Draai de haai. Ah, het is wel echt een cool beest hoor. Echt slappe vis zo. Wist u dat haaien gewoon eigenlijk een dinosaurus zijn? Eigenlijk is het gewoon een klein beetje een ARK-aflevering. Nu, nee, dat wist ik niet. Oké, genoeg. Oké, zit een goede speertje erbij. Misschien kan ik mijn handen wel leegmaken. Zo dan. Yeah. Klik. Je staat erop, maat. Nice. En nou heb ik eigenlijk nog een goede plek voor deze kerel nodig. Of is het een goede plek? Nou, dat is niet echt een goede plek, hè. Ik denk dat hij... Oh, oeps. Ja, weet je, ik ben vooral 's nachts het meest eenzame. Dus ik denk dat hij... we hebben een tape van zijn bed. Dus als hij... Je mag wel naast mij slapen. Wat vind je daarvan? Het is wel een beetje schrikken met wakker worden. Maar ik ben tenminste niet zo eenzaam. Kom maar. Het huis in. Hij wil niet. Je hebt niks te willen. Oh, dat past makkelijk. Sorry van je hoofd. Ho. Oh, oh. Kom op. Roar. Oh. Zo meteen mezelf ingesloten omdat de haai in de deuropening ligt. Oh, kom op. Nee, hij is te zwaar. Kom op. Come on. Oké, leg hem op bed. Waarschijnlijk gaat het bed echt vet scheef. Oh ja. Nee, weer op de vloer slapen. Oh. Schitterend. Nou, dan heb ik hier nog een heel klein stukje waar ik op kan liggen. Zo, oh, gezellig hè, met z'n tweeën. Kijk nou hoe groot hij is. Dit is hilarious. Anyway. Dat gaan we doen voor deze aflevering. We hebben het gewoon gedaan, man. Tijgerhaai. We kunnen hem geen naam geven, maar dat geeft niet. Nice. Ik heb het geslaagd. Oké, dus even een standard stranded deep pauze. Tot een nieuwe update. Meestal komen de updates eens in de 2 maanden zo uit. Dus wie weet. Het zal, het kan een maand duren, het kan 2 maanden duren. Misschien is het morgen. Wie weet. Als het er is, dan zul je het zien. Zorg dat je geabonneerd bent. Dan hoef je er niet te veel aan te denken. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Laat nog even een like achter voor Stranded Deep. Als je nog tips hebt, suggesties, vragen, dingen om te doen, dingen om niet te doen. Laat het alsjeblieft achter in de comments. Ik vind dat super chill om te lezen. En hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!